Goedemorgen. Deze vloegje. Good morning guys en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben net wakker, het is nog geen 7 uur. Zie ik er moe uit, volgens mij wel. Ik ben al in bad geweest met Olivia. En ik voel me eigenlijk best wel goed. Ik was om 5:45 wakker uit mezelf. En het is nog donker buiten. Tenminste, het lijkt veel lichter op de vlogcamera, maar het is echt pikdonker. Ik ben op kantoor aangekomen. Ik heb gesport, dat heb ik niet gefilmd. En toen heb ik een meeting gehad en toen ben ik naar kantoor gegaan. Ik heb overigens twee verschillende oorsituaties. Ik had net van deze even een foto gemaakt, want ik vond het heel leuk. Ik heb het hartje, die hebben we namelijk weer terug in stok. Dus ik denk het is leuk om even die in te zetten. Die rainbows, die hebben we nog wel. Kijk, als deze vlog online komt, hoop ik ook nog steeds. En dan earcuffs, waar we mee bezig zijn, een sample. En dit is nu ook een sample, want ik had hier zoveel vraag naar gekregen dat we deze proberen ook in productie te nemen. Dus daarover binnenkort meer. Oké, ik ben klaar met werk voor vandaag. En ik ga Olivia nu halen op de crèche. Ik heb net een nieuw product van YSL onder mijn ogen geprobeerd. Maar hij is een beetje licht. Maar het is wel heel mooi en ik heb het zelf niet heel goed gebruikt. Maar morgen ga ik het wel even opnieuw doen en laat ik het even zien. Want ik denk dat ik hier heel blij mee ben. Maar ik ga Olly halen op de crèche en dan gaan we naar Coco en Cato. En daar blijven we dit weekend. En we gaan daar eten, want Suus is ook alleen dit weekend. Louis is weg. En we gaan allemaal leuke dingen doen. We gaan naar een Boezel en Pip voorstelling. We gaan naar een bos. En allemaal leuke kinderdingen doen. Want dit is het eerste weekend in 5 weken dat ik niet hoef te werken. Dus ik ga allemaal leuke dingen met Olly en die andere kindjes doen. Ik ben in Bussum en we zijn bij Bellamy. Hi Coco. En kijk, een katootje en Suus. En hier is de andere rebel. Daar ben ik. Maar jij gaat nu eten, net als de rest, want je bent een net meisje. Ja. Good morning. Het is vandaag. Probeer geen zonlicht te vinden. Het is vandaag zaterdagochtend en ik ben wakker geworden. En ik heb mij net even opgemaakt. Super vet haar. Ik ga even andere schoenen aan doen. Oké, ja, snap ik. En ik ben in Bussum en we zijn bij Coco en Cato. Is Olly aan het logeren. Ze zijn nu lekker buiten in de tuin aan het spelen. En we gaan zo naar Heidezicht. Dat is een, ik ben er nooit geweest, een speeltuinpark hier. Dus we gaan allemaal leuke kinderactiviteiten ondernemen dit weekend. Ga je op de glijbaan? Een Catootje is al lekker aan het schommelen. Wij zijn op Heidezicht en kindjes zitten lekker een ijsje te eten. Je moet hem goed opeten. Is het lekker, het ijsje? Ja? Zit je schoen niet goed? Jawel, zit wel goed. Wij zitten weer in de auto terug. En het was echt heel leuk. Het heette Heidezicht, toch? Waar we waren. Ja. En nu gaan we naar huis. En dan hopen we dat iedereen gaat slapen. Ja, of gewoon even chillen. Chill. Lekker ingebouwd. Dit is een beetje kribbelde, maar toen per ongeluk viel alles zand. Oh, dat maakt niet uit, lieverd. Good morning! Het is zondagochtend en ik ben wakker en ik heb echt super rode ogen. Want, I don't know why. En Olly was vroeg wakker. Good morning! En er is hier een super mooi poppenhuis en daar speelt Olly heel veel mee. Laat je poppenhuis eens zien, Olly. Nee, dat is niet leuk. Dat is een mes. Ik ben ook de huis. Poppenhuis, hè? Nee, dit zijn onze huis. Ja. Dit? Is een mooi poppenhuis. Nee, dat is jullie huis. Dat is mijn huis. Oké, ik heb mezelf aangekleed. Ik ben benieuwd of jullie een kapsel vinden. Dit rokje aan. Olly huilt, want Olly is stout geweest. Dus zit in de hoek. Mochten jullie dit afvragen. Olly is 2, Cato is 3
Helemaal. Nou, in New York aangekomen. Gisteren een hele dikke meeting gehad voor de muziek waar jullie naar luisteren in de vlog. Jullie zijn eigenlijk de eerste in de wereld die dat horen. Noor en ik dachten, ja, het is eigenlijk wel heel tof om te kijken wat de reacties zijn. Ik ga nu naar downtown voor een andere meeting en ik neem lift mee. New Yorkers zijn altijd bezig om het allemaal mooier en beter te maken. En niks liever dan dat. En ik weet dat mijn leven vaak lijkt op een soort epische schoolreis. Maar de waarheid is natuurlijk dat ik hoofdzakelijk van A naar B ga in vliegtuigen zit. En me dan voorbereid op mijn shows. En daardoor eigenlijk wel best wel veel mis misschien van het leven. Buiten het feit dat ik de kids en Noor vaak best wel mis. Is er jammer genoeg niet echt genoeg tijd om toffe dingen te doen. Maar vandaag wel. We lopen door Soho, mijn favoriete gedeelte van New York. Altijd iets tofs, altijd iets te beleven. De hoeveelheid influencers hier op straat is echt insane. Je ziet op elke 15 meter is een epische fotoshoot aan de hand. We zijn in Montreal. Hoe zijn we hier terecht gekomen? Geen idee. We gaan nu DJ'en. Nou ja, dat wil zeggen, Steven gaat meisjes versieren en ik ga DJ'en. En deze week heb ik zo'n idioot schedule. Want wij vliegen natuurlijk zo meteen terug naar Amsterdam. En dan vlieg ik vrijdag naar LA, zaterdag weer naar New York en zondag terug naar Amsterdam. Dit is gewoon het begin van een hele lange nacht. Ik vind dat jij een beetje psychotisch aan het vloggen bent. Je gaat het maar door. Waarom gaan we door de hele tijd? I don't know who he is, he just keeps on filming everywhere I go. No, this is no joke, like everywhere I go. Save a place for me. Show me the way. Let me inside your heart. Make a space for me. Don't be afraid. I wanna see who you are. If I could change forever, I'd keep on going. Show was best dope toch? Maar top. Maar wel een beetje. Ik ben zo moe. Het gaat helemaal nergens aan. Ik ga eventjes een Noortje facetimen en lekker slapen. Doei! Hey, was super leuk gisteravond. Echt super tof. Het is tijd om weer naar huis te gaan. Dus ik heb een vliegtuig. Lekker naar de family. Doei allemaal! Wij zijn in de stad Schouwburg. En iedereen zit. Het is hier heel mooi. Zometeen gaat de voorstelling beginnen. Olivia, vond je het leuk? Wij zitten weer in de auto terug van Moesel en Pip. Vond je het leuk? Vond je het leuk, zus? Ja! Vonden jullie het leuk? Ja! Ja? Nog één keer, vonden jullie het leuk? Ja! En nu is het... Half zes. En we gaan naar Amsterdam terug, want het was in Den Haag. En we gaan nu eten, even bij Imperial, gezellig. Met deze kiddies. Wij zijn naar Imperial gegaan. We gaan lekker hier eten. Vergat weer eens ons eten te filmen. We hebben lekker die pasta. Zo lekker is hier bij Impero. En allemaal lekkere hapjes. Je hebt gelukt dat je geluk bent. Mijn lieve prinsesje heeft lekker tomatensoep. Hey guys, het is vandaag maandag. En Sander is thuis. Hey. En net wakker. Ja, ik moest even slapen. Oh, dat was zwaar. Maar dat hebben jullie gezien. Wat, dat ik sliep? Nee, dat hebben de mensen gezien. Ja, dat was nice. Dat jij in New York was. En het is super warm buiten. Heb jij dat gefilmd? Nee. Echt niet? Nee, waarom heb je dat dan niet gefilmd? Omdat het verrassing was voor jou. Kijk, Sander's nieuwe tattoo. Een kroontje van Basquiat. Kijk, ja, zo is hij scherp. Ik vind hem echt heel cool. Alleen hij moet wel nog even een beetje... Hij ziet er nu dus heel dik uit. Die korstjes moeten er even af. Maar hij is wel echt heel tof, vind ik. Een nieuw tattoo for you. En ik heb vanochtend een ontbijt met Chanel gehad, wat heel erg leuk was. En... Nu heb ik afspraken
En morgen. Ik heb net te horen gekregen dat ik morgen dus echt iets mega leuks ga doen. Heel leuk. Ik ga morgen vanavond mag vertellen, maar dan ga je het in de volgende vlog zien. Want ik ga vandaag de vlog in ieder geval afsluiten. Ik vlog vandaag nog de hele dag en dan morgen begin ik een nieuwe. Want het is dus maandag en op dinsdag wordt deze dan geëdit. Want die komt woensdag online. Ja, dus dat is heel cool. Het weer is zo raar. Het is echt bloedheet. Gewoon, het is 24 graden en bloedheet. Maar goed, ik heb nog 2 afspraken vandaag. En die ga ik nu doen. Misschien zelfs nog 3. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik ben weer thuis naar mijn afspraken. Kijk, Olly, we gaan vloggen. Oh, wacht even, wacht even. Ja. Gaan we verven? Ja. Doe maar. Wat ga je maken? Een dierentuin. Een dierentuin? Ja. Ben jij een kunstenares? Ja. Wauw. Water? Nee, dat hoeft niet met water. Dat is alleen maar met waterverf. Maar dit is echte verf. Echte verf, ja. Geen verf? Ja. Ja, hier, ze mag ook deze. Ze vindt deze. Later mag ik verven, later. Wij gaan lekker eten. Ja. We gaan zalmkies eten. Ik heb mij nou gesquished. Dat is zout. Zo lekker? Ja, zo lekker zout. Zo lekker? Zo lekker de zand. Dat is taart. Heerlijk. Heel taart. Eet smakelijk. Eet smakelijk allemaal. Even schoonmaken. Dat is goed. Even goed maken. Goed. Is het gelukt? Ja. Goed zo. Moet je bordje hierop? Nee. Dan kan je even pakken en dan hierop zetten. Nee, dat hoeft dan niet. Nee? Nee. Oké. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Goedemorgen. Deze vloegje. Ekko. Auw. Mijn keelpijn. Mooi. Wat is dat, Olivia? Mooi, hè? Stempelvlieger. Heeft papa dat gemaakt? Kijk, en hier is mama. Is dat hier? Mama, papa, Olivia en Bibi. Allemaal aan elkaar verbonden. Ach, dat. Mooi, hè? Rukt ze dat hele ding kapot. Wil jij hem niet, hè? Nee. Zo, sticker. Of wil jij hem als kroon? Ja. Om je hoofd. Dat vind ik wel cool, toch? Oh, plakt zo een jaar. En we hebben natuurlijk je huis gemaakt. Ga ik even vasthouden? Dat huis, ja, het is wel heel erg. Ja. Papa heeft hem alleen net gelijmd, dus je moet nog wel even voorzichtig doen. Kijk hoe mooi de lucht is. Vinden jullie het mooi? Do you guys like it? Ik vind het echt amazing. Oké, we hebben Olly naar bed gebracht. En nu ga ik mezelf enigszins fatsoeneren, als in even alles doen. Ik ga even een masker in mijn haar doen en douchen en mijn gezicht heel goed reinigen, want ik heb morgen een leuke dag. Ik mag het niet vertellen waar het voor is, maar ik kan jullie wel vertellen dat ik een cover ga shooten morgen voor een heel leuk tijdschrift. Maar zodra ik er meer over kan zeggen, doe ik dat natuurlijk hier als eerste. Maar ik dacht het wel leuk om even een deel van mijn routine te laten zien nu. Ik heb allemaal nieuwe producten van een merk. Ik weet niet of jullie het kennen. Het heet dus Inecto en ik gebruik het omdat ik het zelf heel erg lekker vind ruiken. Ik gebruik dit dus best wel vaak. Kijk. Dit is de haarolie en het is dus allemaal van kokos en allemaal ook zo'n lekkere kokoslucht. Ik zal ook even die andere producten laten zien. Hier, dit heb ik allemaal in de douche staan. Shampoo en de conditioner. Ik vind het ook echt leuke verpakkingen. En ik heb dus echt een super droge huid. Altijd, ook in de zomer. Nu nog iets erger. En ik gebruik dus deze body lotion en kokos. Dat werkt zeg maar heel voedend en helend. Dus ik moet wel zeggen, als je een droge huid hebt, dit is echt top. En ik heb deze body scrub, die gebruik ik niet elke dag. En een haarmasker, die ga ik nu vanavond wel even gebruiken. Want zoals jullie weten is mijn haar echt madly afgebroken. En dan heb ik deze nog. Dit is de douchegel, die dus naar kokos ruikt. Dus ik ga lekker even douchen en even aan al deze lekkere spullen ruiken. Ja, dus ik ga dit even lekker allemaal gebruiken. En ik heb dus op de een of andere manier dat kokos doet mij altijd echt denken. Zo lekker. Wat vind jij van kokos? Vind je het lekker ruiken? Heerlijk. Ja? Ja. Ik heb dus heel erg dat kokos doet me echt aan de zomer denken. Maar ik weet niet waarom. Jawel, ik had een luchtje. Ik weet niet waar die is. Ik had voor mijn verjaardag, ik ben in mijn jaar, had ik een luchtje gekregen. Echt super lekker. En daar zit dus echt zo'n kokoslucht in. En die heb ik eigenlijk de hele zomer gedragen. Dus daarom doet het me denk ik nog meer aan de zomer denken. I don't know. Maar goed.
deze producten. Dus van dat Inecto wat ik net liet zien. Die kan je trouwens gewoon kopen bij de Ethos. De Kruidvat. En dat soort tenten. Mochten jullie ook kokos lekker vinden. Let me know. En het is trouwens ook, het wordt niet op dieren getest. Dat vind ik zelf heel belangrijk. En het is vegan friendly voor degenen die vegan zijn. Dat is misschien wel leuk om te weten. En het is allemaal biologisch en helemaal cool en verantwoord. Dus dan weten jullie dat. Ik zit even te denken of ik de vlog zal afsluiten nu. Op zich is het wel maandagavond. Ja, ik denk dat ik dat even ga doen. Dus, sorry dat er zondag geen vlog online was gekomen. Probeer up-to-date te blijven. Maar ik ga heel veel leuke nieuwe dingen op YouTube doen. Dus vergeet niet te subscriben. Dan kun je als eerste de video zien. En zondag komt er gewoon weer een video. Dus ik zie jullie zondag weer. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik heb best wel veel leuke dingen gedaan. Ik weet niet meer precies wat allemaal. En Sander heeft een stukje gevlogd uit New York. Daar krijgen we trouwens altijd echt super leuke comments over. Wil je daar nog iets over zeggen? Dat vind ik echt super leuk om te horen. Want ik vind echt altijd dat iedereen zo leuk comments heeft gedaan. Ja. Op jouw vlogteken. Want het kan ook, ik kan me ook voorstellen dat zeg maar niet iedereen vindt het altijd leuk om zeg maar van vriend, vader of whatever dingen te zien. Maar we krijgen altijd letterlijk alleen maar positieve comments op jouw dingen. Ja. Echt super leuk. Maar je doet het ook heel leuk. Oh, dankjewel. Echt heel leuk om te zien. Dankjewel. Ja, super. Echt heel cool. Dus bedankt daarvoor. En heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie zondag weer.